Apple zette jaren geleden de toon als het gaat om draadloze oordopjes. En nu zijn de AirPods van de derde generatie gepresenteerd. Hoe Apple die precies in de markt positioneert en wat er nieuw is, dat zie je in deze video. De AirPods van 2021 hebben een nieuw design gekregen. Ze zijn de steeltjes wat korter en daarmee lijken ze net wat meer op de duurdere AirPods Pro. Die AirPods Pro worden trouwens geleverd met siliconen in eerdopjes, maar dat is niet het geval bij deze nieuwe AirPods. En daarom zitten ze net wat losser in het oor en veel mensen vinden dat net wat fijner. Een functie die we ook kennen van de duurdere AirPods Pro en de AirPods Max is Spatial Audio, oftewel Surround Sound. En dat is ook aanwezig bij de nieuwe AirPods. Daardoor lijkt het erop alsof je in een bubbel van geluid zit en het geluid zich om jou heen beweegt. Bekijk je de juiste content of luister je naar de juiste muziek, dan geeft dat dus een heel andere beleving. Op een volledige acculading luister je met de AirPods 3 tot 6 uur naar muziek. En het meegeleverde doosje die bevat uiteraard ook een ingebouwde accu. Daarmee laat je de dopjes nog eens 4 keer op. En in totaal kun je dus 30 uur vooruit. 5 minuten opladen in een doosje is trouwens weer genoeg om een uurtje muziek te luisteren. En die accu in die case, die laad je op via MagSafe of via een draadloze oplaadmat. Natuurlijk kun je ook de lightning port gebruiken aan de onderkant. Het regent nogal wat in Nederland, maar met de nieuwe AirPods hoef je daar geen zorgen over te maken. Ze zijn namelijk waterbestendig en ook kunnen ze tegen een flinke portie zweet. Handig voor de vervente sporters onder ons. Deze nieuwe AirPods hebben een adviesprijs van 199 euro. Maar daarmee concurreert Apple wel met zijn eigen Apple AirPods Pro. Die zijn namelijk op te pikken voor 1 of 2 tientjes meer. Die AirPods Pro die bieden als grootste pluspunt dat ze actieve ruisonderdrukking aan boord hebben. En daarmee filter je omgevingsgeluiden juist weg, zodat je optimaal kunt genieten van muziek. Of je kunt je juist in alle stilte even terugtrekken. Tegelijkertijd heeft Apple de tweede generatie AirPods afgeprijsd naar 149 euro. Benieuwd naar onze ervaringen met die AirPods 3? Dan surf je natuurlijk snel naar iPhone.nl, want daar vind je onze volledige review. Abonneer je trouwens ook op dit YouTube-kanaal, like deze video en tot volgende keer.